Vandaag gaan deze 9 kijkers een mega groot voetbalstadion bouwen. Mijn favoriete team is hier namelijk aan het trainen. En ik heb gehoord dat ze hier ook nog eens de kampioenstrofee bewaren. Kan ik mij vermommen als speler van het elftal en deze trofee uiteindelijk stiekem stelen? Dit is het moment dat jij op dat duimpje omhoog klikt en abonneert op mijn kanaal. Want anders is de kans dat Nederland het WK gaat winnen heel erg klein. Dus daar staan we dan. We staan hier voor het prachtige stadion. En ik moet zeggen, wat ziet het er cool uit. Dus er hangen hier 2 grote vlaggen met 2 voetballen erop. Hier is de ingang. En ik ga vandaag gewoon naar het stadion toe. Ik heb zoveel zin om... Ik weet eigenlijk niet wie er speelt om een wedstrijd. Ik hoop dat er een wedstrijd is, dat ik hier niet voor saus ben gekomen. Maar ik weet het hele verhaal natuurlijk nog niet. Daar gaan we zo meteen in. Maar laten we eerst even goed kijken wat hier allemaal staat. Ik ben vanaf de parkeerplaats gekomen. Ik heb helaas geen auto. Ik ben komen lopen als een echt goed voetbaljoch. Lekker sportief, weet je. Lekker sportief zijn met z'n allen. En we gaan zo meteen naar binnen. Maar laten we eens kijken. Volgens mij is dat de spelersbus. Maar ja, ik zie dat Rick erin zit. En Rick is echt gewoon niet goed. Dus ik denk niet dat dat zeg maar een heel goed team zal zijn. Daar ook een autootje. Maakt allemaal niet uit. Laten we lekker naar binnen gaan in het grote stadion. Want ik ben benieuwd wat voor avontuur wij... Kijk dit nou even, jongens. Even een schuifdeur die werkt. Dit is toch cool. Dit vind ik leuk. Goeiemiddag, avond. Goedemorgen. Goedemorgen zelfs. Ja, die had ik niet doorgehad. Hey, ik kom hier binnen. Ja. Welkom bij FC Content Veen. FC Content Veen, ja, dat wist ik. Dat wist ik. Mag ik je naam weten? Max. Dekker, als Max. Je achternaam ook wil, maar ja. Max. Ja, jij was natuurlijk de nieuwe stagiair. Weet je, ik zal gelijk op cursusman halen. En je kan gelijk met hem meelopen. Kom maar zo, blijf met je naam. Ja, ik blijf staan, jongens. Ik dacht dat ik misschien gewoon voor de wedstrijd kwam. Ik ben een stagiair. Hoop dat ik op z'n minder al ballenjongen ben of zo, weet je. Ik ben ook slecht gekleed daarvoor. Ik heb gewoon mijn stropdas op. Oh, Impie, wat was dat? Hey. Hallo. Ja, Hallo. Hallo, jij komt... Klusjesman en dit is je stagebegeleider. Oh, jij bent een begeleider. Ja, ik ga je vandaag rondleiden door het stadion en heel wat klusjes laten doen. Je gaat me helpen met wat dingen. Ja, ik ben helemaal klaar voor. Ik heb hier een pasje voor je. Kan je door dit poortje heen? Dan kan ik dit poortje heen, is prima. Kom maar mee. Wat? Doet. Oké, sorry, ik werd afgeleid. Geen toegang. Ik ben bevoegd om hier te mogen komen. Ja, jij bent nu bevoegd. Oh, ik ben bevoegd. Het pasje. Ja, daar hebben we het pasje voor. Hier, ik ben hier de schoonmaker. Ja? Hoe heet je eigenlijk? David. David, oké, duidelijk. Ja, ik ga hier dus alle taken doen, alle taken opnemen. Mm-hmm. Jij moet me daarmee gaan helpen. Oké. Ik wil alleen nog wel 1 ding toelichten en... Kom eens. Moet ik mee? Ja, zo. Ja, wat wil je toelichten? Waar moet het hierboven? Ja. Oh, kan hij ons hier beneden niet horen? Oh, dit is gelijk geheim. Helemaal klaar met deze baan. Echt? Dus, hoezo? Ik ga jou wat taken geven. Ja? En uiteindelijk is mijn doel om de beker die ze hier bewaren te stelen. Voor veel geld, ja, om uiteindelijk voor veel geld te gaan verkopen. En dan kan ik ontslag nemen bij deze baan. Oké, nee. Ik vind het prima. Ik wist hier toch niet dat ik hier als stagiair zou komen. Daar krijg ik wel helemaal geen zin in. Dus dit vind ik veel leuker. En als je mij niet helpt, dan laat ik je school weten dat je alleen maar je slecht hebt gedragen. Nee, hallo, dit is blackmailen. Ja. Hallo, zo moet het maar even. Zo moet het maar. Weet je, prima. Ik ging sowieso al kort, maar nu heb je het verpest. Ik wilde met prima. Probeer alleen niet te veel op te vallen. Want ze mogen natuurlijk helemaal niks merken. Nee. Dus het einddoel is de beker. Ja. Wat voor beker gewoon, is het? Ja, een mooie gouden beker. Oké, nou duidelijk. Dat is prima. Dus gewoon de klusjes doen. Ja. Dan zal je denk ik vanzelf opvallen waar die staat. Mm-hmm. Ik weet zelf ook niet hoe ik binnen moet komen. Daar hebben mensen allemaal pasjes en alles voor. Daar ging ik wel voor. Ik ben een meesterdief. Ik heb al in een bank of een politiebureau ingebroken. En weet ik wat allemaal. Ik heb een heel goed verleden hiervoor. Ja, oké, dankjewel. Oké. Nou, dus herinner dat als je me niet meehelpt, ik je 0 geef. Ja, ik wil geen 0, dus dat komt goed. Dat komt goed. Ja. Ook al boeit mijn cijfer niet meer zodra we die beker verkocht hebben, dan ben ik toch rijk. Oké. Nee, ja. Het is het een of het andere. Is dat de klusjes? Ja. Ik ga even mijn eigen ding doen. Kom maar naar me toe als je me nodig hebt. Als je dat gaat prima, komt goed. Oké, jongens. Dagtaken schoonmakers. Die gaan we natuurlijk doen. En in de tussentijd moeten we goed gaan kijken of we die beker kunnen vinden. Wat zijn de taken? Vertrapt gras op veld vervangen. Oké, logisch. Kleedkamers op. Waarom moet ik dat nou doen? Waterleiding repareren. Kleedkamer. Daar gaan we gewoon een loodgietertje voor bellen. Boven op de noordtribunes afval opruimen en weggooien. Jemig, hé. En materialenhok is hierboven. Even kijken. Wat voor materialen kunnen we hier vinden alvast? Helemaal niks.
helemaal niks kunnen we hier vinden, maar dat maakt niet uit. Nou, laten we beginnen met taak 1. Ik weet niet waarom hij helemaal hier staat, maar vertrapt gras op het veld vervangen. Laten we dat als eerst doen. Kijk, en dan gaan we hierheen. Even kijken. Oh, we kunnen eerst het stadion zien. Wow! Het is echt vet groot hier. Kijk, ze trainen ook daar, jongens. Ze zijn aan het trainen. Het team. Ze moeten daar slalom... Of, ja, hoe noem je dat? Slalom, volgens mij. Wow. Dit ziet er echt cool uit. Ze zijn gewoon letterlijk aan het trainen. Dat is de bal daar in het midden. Camera's hier en daar. De goals. Ik denk dat dit ook de troep is die ik op moet ruimen. Want er is waarschijnlijk net een wedstrijd geweest. Ze zijn nu aan het trainen. Oh mijn god, dit ziet er echt cool uit. Dus FC Content V, jongens. Ik ben voor jullie. FC Content V. Oké, maar goed. Laten wij wachten tot hun training klaar is, denk ik. En dan pas het vertrapt. Want ik zie daar vertrapt gras en daar. Is dit Noord of zo? Zit ik dan op de goede plek? Weet ik niet of dit Noord is. Okay, laten we even kijken of er nog meer is waar ik zeg maar op moet rijmen. Want ik weet dat daar ligt het afval. Maar zijn er meer plekken met afval? Hé, hey, daar is de coach of de trainer. Die zit daar. Kijk, of die staat daar. Die is bezig natuurlijk. Nou, weet je wat? Ik denk dat dit gewoon het afval is dat ik op moet rijmen. Laten we dat dan vast doen. Pakken we dit gewoon allemaal op. Al dat vieze afval. Hoppakee. En dan moet ik het weggooien. Kan dat ook? Oh mijn god, dat cool. Ik kan het daadwerkelijk weggooien. Dit is echt zo ja, cool. Ja, goed, jongen. Doorgaan. Sneller. Oh. Sneller. Zo jongens, kijk. Hou dat tempo vol. Ik denk dat dat de aanvoerder is daar. Aan het tenuutje of aan de weet ik wat te zien. Aan de spirit. Oké, dan is dit allemaal opgeruimd. Is er nog meer troep? Daar ligt nog meer troep. Laten we daarin gaan. Hoe kom ik daar? Laten we even dit volgen. Even kijken of hoe ik daar kom. Het is een hele andere kant op, maar misschien kom ik wel op deze manier. Ah, hier ligt ook troep. Weet je, ik ga gewoon alle troep opruimen. Ik ben gewoon echt een goede... Een hele goede stagiair ben ik. Ondanks dat ik zeg maar waarschijnlijk de beker ga stelen. Maar ik moet wel de beker even spotten, hè, jongens. Waar staat hij? Ik heb hem nog niet gespot voor mijn gevoel. Ben ik dan blind? Nee. Wee, jongens, doorgaan. Rennen. Wee, jongens. Anders rondjes om het veld. Dat is wel een streng aanvoerder, moet ik zeggen. Goed, goed voor het team. Kijk, er ligt nog meer troep. Jezus, wat laten mensen veel troep achterheen in het stadion. Ongelooflijk. Wee, en jullie mogen rusten. Ah, goed verdiende kijk. Pauze, Hilve. Pauze. Oh, dan kan ik het veld even op om het veld te repareren. Dus ik kan ook nog wel met een van de teamleden praten. Oh. Ze gaan hier zitten. Wacht, ik vind het spannend. Dit is geen prullenbak hier. Ik ga even snel eens opruimen en dan ga ik snel het veld op. Wie neemt er nou een eitje mee naar het stadion? Waarom zou je een eitje meenemen? Wat wil je er voor rare supporten? Nou, als het goed is gaan we nu de laatste deck gaan. Oh, dat is een VIP-deck. Daar kom ik helemaal niet. Ah, nu snap ik hem. Kijk, nu kom ik waarschijnlijk weer. Wat is dit dan? Oh, dit is de shop. Je kunt, de gift shop. Je kunt mensen leuke dingetjes kopen. Oh mijn god. Allemaal tenuutjes kunnen ze kopen hier en zo. Voetballen, water. Wat is dit? Groeten uit het stadion. Oh, dit zijn van die... hoe noem je dat ook alweer? Van die kaartjes die je naar mensen kan sturen. Wat leuk bedacht allemaal. Echt heel leuk. Oké, dit is het laatste beetje troep die ik hier... Oh, nee, er zijn de verdiepingen hoog. Ja, weet je wat? Oh, daar stikken ze dan maar even in. Ik moet het veld nog op. Ze hebben nieuwe training, zijn ze aan het voorbereiden. Huh? Hij zal eens aan klaarzetten. Oké, wacht. Hier zit daar. Hey, baas. Ik ben goed bezig, hoor. Ik ben alles even aan het opruimen. Ik heb de beker nog niet gevonden. Nergens. Ik ga zo het veld op om met de dingen te vertrappen. Maar heb jij al enig idee? Ik heb hem lang niet... Ja, ik heb nog lang niet overal gezocht, hoor. Maar ja, ik zou ook hierboven doen. Ja, ik wil daar kijken heel graag. Dat moet sowieso. Mm-hmm. Ja, daar kan je kijken. Daar ben ik zelf ook nog nooit geweest. Dat is, ja, dat komt maar goed. Ik werk mezelf van naar binnen. Ja, kom maar goed, joh. Daar heb je de coach, jongens. Kijk, die gaat daarheen. Nou, dat veld daar. Ook daar, die kom ik niet. Ik moet erachteraan. Even kijken, hoe kom ik daar? Ik denk dat ik daar met de... Misschien mijn pasje dat ik die wel kan gebruiken. Kijk, het is wel even mooi geweest met de troep, zo. Oeh, wacht, misschien kan ik naar binnen spieken. Kijk, ik heb natuurlijk dit pasje, jongens. Oh, dan kom ik hier niet... Of wel? VIP-ingang. Werkt het pasje niet vanaf deze kant, of... Nou, mag ik je pasje anders even zien? Ja, kijk jij maar even goed of die werkt. Ja, dit is een pasje voor de noordingang. Die is daar. Oh, nu dus ik sta bij de verkeerde. Ah, ja, kan ik geen pasje krijgen om het werk efficiënter te maken voor deze ingang? Stik het zuid. Ah, kijk. Top, dankjewel. Dat komt goed uit. Dan kan ik daar makkelijk mee aan de slag gewoon. Lukt het verder allemaal? Ja, joh. Ik ben net klaar met al het afval opruimen. Ik ga nu het veld op. Ach, top. Lekker bezig. Yes, goed hè. Oké, jongens. Laten we nu het veld... Wacht, laten we eerst even afvinken. Dat is boeien. Laten we het veld opgaan. Ik weet niet of ze dat erg zouden vinden, maar... hoe ga ik dat gras vervangen? Hoe ga ik dat doen? Wat is dit voor ingang? Hey, hier liggen allemaal voetballen. Handig. Ah, kijk. Hier is gras allemaal en een schep. Juist. Dan kan ik aan de slag. Kijk, ze vinden het vast niet erg. Ze zijn daar bezig. Ze zitten even. Ze hebben pauze. Dan kan ik gewoon lekker het vertrapte gras kan ik vervangen. Ik wil ook een coole voetballer zijn. Ik ben zo stom als de share dit gras aan het, weet ik veel wat, aan het oplossen is. Maar dan is Content Veen wel weer ready voor de volgende wedstrijd. Dat is wel het mooie eraan. Zo. Hoppa. Kijk. Goeiedag, speler. Is het een probleem als ik even daar... Speler? Wil je nou... speler? Ik ben aanvoerder hier zo. Aanvoerder, sorry. Ik zie mijn band niet. Ik zie het. Excuus. Is het goed als ik daar het gras even voor jullie repareer? Dan kunnen jullie gewoon weer verder met de, weet ik wat, een normale training. Oh ja, dat is goed hoor. Dan kan onze keeper weer... Dan kan hij weer lekker in zijn goal staan. Top. Zie je, kan ook in je team. Je moet er nog één verder doen. Oh, hoppa. Ja, zonder rust. Oh, ja, nee, laat maar dan. Oké, dan gaan we dit even vangen, jongens. Oké, dan weten we dat dat de aanvoerder is.
Hé, wat is dit? Camera operator. Oh, die gaan we meenemen. Mag mensen alleen niet zien dat ik die heb? Heeft niemand het gezien? Volgens mij heeft niemand het door. Oeh, ik heb een nieuw pasje gevonden, jongens. Dit is goed om te hebben. Ik heb de hele locatie nog niet eens gevonden. Maar dit is goed om te hebben. Oké, het gras is vervangen. Laten we het dan weer terugbrengen naar het hok daar. Ik ga die bij me houden de hele tijd. Maar, oh, dan moeten we dit even oppakken hier. Ik heb een nieuw pasje. Waar kan ik die gebruiken? Dat kan ik voor de camera's gebruiken. Okay, dit stoppen we dan even hier zo. Wat is dit? Camera operator keycord. Oké. Okay. Even kijken waar we die kunnen gebruiken hoor. Ik ben nog niet op alle locaties namelijk geweest. Misschien hier erin. Oké, jongens. En we mogen weer door gaan trainen. Kom op, tempo. Okay, door trainen. Dan gaan wij hier erin. Wat is dit? Kijk hoor. Oh, hier lopen buizen. Fysiotherapeut. Gereedschapsruimte. Wat is dit? Uit team A. Dit zijn de kleedkamers. Dus laten we even kijken alsnog. Oh, dit is best wel cool. Hier. Kijk, die buizen hier zo lopen. Reserve tenuutje. Allemaal troep hier op de grond. Die spelers zijn ook niet netjes. Die staan de douche. Oeh, er staat een... Het lekt. Het lekt. Dat is toch ook niet goed? Thuisteam, die zit hier. Nou, dat zal hetzelfde wel een beetje zijn. Maar misschien dat ik op een, deze manier ergens bij een camera... Oh, hallo. Is de lift? Hebben ze een lift? VIP lounge. Oh, mijn god. Hier kom ik op de locatie. Hier kan ik op locaties terechtkomen. Wat is er nog meer? Spelerstunnel, VIP lounge en medewerkersruimte. Laat ik eens daarin gaan. Oh, daar zijn we nu. Ben ik een medewerkerruimte? Ik ben volgens mij geen medewerkerruimte. Laten we snel naar de VIP lounge gaan. Er liep daar iemand. Oh, ik denk niet dat ik hier een pasje voor heb. Laten we hier nog heel even weggaan. Even kijken wat we hier nog mee kunnen vinden. Ik vind het een beetje te eng om er gewoon blind voor te gaan, weet je. Dus laten we eerst even alles hier kijken. Scheidsrechter zit hier. Heb je hier ook van die camerahokjes dan? Nee, dit is gewoon de kleedkamer voor de scheidsrechter. Gereedschapsruimte. Oh, dit is een doolhof. Natuurlijk is dit een doolhof. Maar ik denk dat ik hier nog niks nodig heb. En de fysiotherapeut is hier. Wederom. Oh. Jongens, kijk, dit is hartstikke mooi. Hè? Een laptopje met mijn kanaaltje. Maar het persoon is niet geabonneerd. Hij is nog rood. En deze ook. Ben jij nou nog niet geabonneerd? Dat is echt een schande. Jongens, kijk nu heel eventjes. Pauzeer de video. Klik op de pauzeknop. En abonneer gewoon. Hier weet ik dat er een trap omhoog was. Ik wil even weten waar het uitkomt. Huh, wat is dit? Hier heb ik geen tickets voor, dus hier mag ik eigenlijk ook helemaal niet komen. Laten we dan naar de VIP lounge gaan. We gaan het gewoon doen, we gaan het gewoon bluffen. Hallo. Hallo meneer, wat doet hallo. U hier? Ja, ik kom schoonmaken. Ja, grapje, die heb ik al eerder gehoord. Heb je een ticket? Ik heb, ik heb hier de ticket Noord en ticket Zuid. Ja, dat is geen VIP ticket. Je hebt hier toch een, het is de VIP lounge. Oh, wacht, dan ga ik die even halen, oké? Okay? Komt goed, ik ben zo terug. Ja, is goed. Ja, succes top. Man. Dankjewel. Enge guard. Hele enge guard. Oké, laten we dan naar de medewerkersruimte gaan. Goeiedag. Hallo. Ik kom schoonmaken. Jij ziet er ook niet uit als medewerker. Nee, maar moet toch even schoon zijn. Ik bedoel, jullie moeten hier... Ja, het is schoon genoeg hier. Excuus. Ik zal er weer vandoor gaan. Deze verdieping is alleen voor spelers. Ja, excuses. Ik zal wel tegen mijn baas zeggen dat ik hier niet schoon kan maken. Oké. Waren mijn orders, hè? Ja. Hey, jongens, ik mag blijkbaar daar allemaal niet komen. Dus laten we eerst de VIP lounge proberen, maar daarvoor heb ik die ticket nodig. Dus, of een, ja, een pasje denk ik, of weet ik veel wat. Laten we even kijken of we die ergens kunnen regelen. En dan hebben we denk ik eerst het cameragebied nodig. Laten we even weer daar proberen. Ja, dat zijn die ruimtes. Dat is de VIP lounge. Oh. En dat is de medewerkers lounge. Medewerkersplek of zo. Maar daar kan ik allemaal nog niet komen. Hij gaat daar omhoog. Kan ik hier misschien iets in dit hok van hem? Laten we heel even snel spieken. Heel even snel. Nee, hier kan ik niks. Ik zie het al. Wat was jij aan het doen? Ja, ik wil even kijken of wat troep lag. Ik dacht, het staat niet in mijn takenlijst, maar ik vind het wel fijn als je... Heb je op mijn stoel gezeten? Nee joh, natuurlijk niet. Ik zou niet durven. Nee, ik zou niet durven. Hoor. Nee, dat snap ik. Daar zou ik niet op durven zitten. VIP-ingang en VIP. Ja, daar kan ik niet inkomen, jongens. Laten we even de zuidingang proberen. Doe. Even kijken wat wij... Misschien kunnen we ergens nog iets meer vinden of zo. Een VIP-ticket van iemand die hem kwijt was of zo, weet je? Laten we even kijken of we zoiets kunnen vinden. Kijk, want daar moet ik heen. En daar heb je nu wat is dat? De manager of de coach en een bewaker staan. Of het zijn allebei bewakers, dat kan ook. Misschien is iemand wel een ticket ergens verloren. Je weet maar nooit. Ga nu echt naar het uiterste plekje. Dat is helemaal hier. En ja hoor, kijk jongens, ik wist het. Een VIP-ticket, wat ben ik ook weer slim. Wie raakt het dan ook kwijt, joh? Zo'n VIP-ticket. Oh, hier kan je ook naar beneden. Waar gaat dit dan heen? Huh? Dit gaat helemaal... Oh mijn god, dit was veel sneller geweest. Ik heb helemaal het rondje gelopen voor saus. Ik kom beter gewoon hierheen. Oké, ik heb een VIP-ticket. Kijk, nu kan ik naar die vrouw weer toe. Kan ik zeggen, kijk maar, ik had er wel een. Doei. Ach, trouwens, het is niet goed dat hij ziet dat ik die VIP-ticket gebruik. Dus we moeten de lift gebruiken. Dus laten we hier weer het veld op gaan, zo. Kunnen we hier naar beneden gaan via die hele doorgangen hier. Ze zijn nog steeds aan het trainen. Gaan wij naar de VIP-lounge? Gaan we daar even kijken, want ik denk dat die beker bij... Oh mijn god, ik moet niet te hard praten. Ik denk dat die beker sowieso in de medewerkerslounge is. 100% dat die daar is. De VIP-lounge. Kijk, daar komt hij.
Ah, kijk, ik had hem, hem in mijn kluisje laten liggen. Deze is zeker weten van jou? Natuurlijk, joh. Waarom zou die niet van mij zijn? Hoe zou ik aan een niet-VIP-ticket die niet van mij is komen? Ja, weet je, niet meer mijn probleem. Is goed. Succes. Top, dankjewel. Ja, ik moet nog even schoonmaken. Zo. Kijk, jongens, echt de VIP's. Toilet. Ik ga eens even... Nou, dat maakt je toch niet uit. Ik ga plassen. Even kijken, hoor. Kan ik hier bij de toiletten iets nuttigs vinden? Misschien om te onthouden? Nee, ik bedoel, het zijn toiletten. Meer is het eigenlijk ook niet, hè? Oké, de VIP-lounge, jongens. Kijk. Oh, dit is hoe het echte leven voelt. Je kan je gewoon door en dan kan je hier gewoon kijken. Oh, wat een wedstrijd kan je hier dan volgen, hé. Kijk die content Venus en sporten met z'n allen. Jemig, hé, die camera's beelden daar en zo. Oké, laten we even hier in de kisten kijken. Even, moet ik wel even oppassen. Ik neem even wat drinken. Lekker. Nou, even gluren wat ik allemaal kan vinden, jongens. Oké, hier is niet zoveel. Een beetje allemaal lege kisten en zo. Wat is dit dan? Hier kan ik naar beneden. Oh, dit zijn die normale ingangen gewoon. Of niet? Oh, dit zijn de ingangen. Maar wat kan ik? Hier kan ik sowieso wat vinden. Ik heb niet voor niks toegang nu hier. Er moet iets zijn in de VIP lounge. Waardoor ik naar boven kan. Misschien bij de medewerkers lounge terecht kan. Ik moet die camera open. Weet je wat? Ik ga even naar mijn klusjes kijken. Ik heb allemaal klusjes die ik moet doen. Misschien dat ik daar iets kan vinden. Doet. Kleedkamers opruimen moet ik ook nog doen. Waterleiding repareren, dat moet ik ook nog doen. Dus ik heb bovenop de Noordtribune schoongemaakt en afval, of vertrapt gras opgeruimd. Laten we even naar de kleedkamers en waterleidingen gaan. Want daar moest ik ook allemaal dingen fixen. Misschien dat ik dan wat vind wat ik in de kleedkamer kan gaan, of in de VIP-ruimte kan gaan gebruiken. Nou, hier is de lift. Die gaan we weer gebruiken. Zo, dan gaan we naar beneden. Doet. Zijn we beneden aangekomen. Laten we de kleedkamers schoonmaken. Wat is dit? AirPods Pro Walnut Edition. Oh, dit zijn AirPods. Wat origineel bedacht. Dat het eigenlijk natuurlijk moet zijn. Wat leuk dat dat AirPods zijn nu. Oh, wat goed, ouwe. AirPods. Oké. Hier kunnen we de douches aanzetten. Maar het ding is, ik moet natuurlijk die waterleiding fixen. Kijk, het ding is, hier is opgeruimd nu. En of er een prullenbak hier ergens staat. Staat hier ergens een prullenbak, jongens? Ah, hier, kijk. Kunnen we mooi... Nou, die AirPods niet, die verbranden. Die wil ik eigenlijk behouden even. Opgeruimd, 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 opgeruimd. Oh, ik heb een idee, jongens. Wow. Ik zat echt even wachten voor Sebastian. Je moet even laten zien hoe ik naar dit aan het kijken was. Ik zat even van, waarom is hier eigenlijk een reservetenue? Maar wat nou als ik deze aandoe, dit tenue, en dan naar het medewerkersplekje boven ga en doe alsof ik een speler ben. Van, hé, ik ben de nieuwe speler hier van het team. En dan kijken of ze me toelaten, weet je. Oh, dat sowieso gaat het lukken. Maar daarvoor wil ik eerst die waterleiding even fixen. Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat doen? Heb ik gereedschap nodig daarvoor? En dat is hier zijn gereedschapruimte. Jongens, het valt allemaal ineens op zijn plek. Het valt allemaal ineens op zijn plek. Hier, kijk. Gereedschapruimte. Ik heb hier gereedschap nodig om dat ding te fixen, om die waterleiding te fixen. Oh, wat ben ik ook een goeie stagiair. Als ik geen 10 krijg, weet ik het ook niet meer, hoor. Ga ik ook nog eens een spelerstenuutje aan doen om bij de medewerkers naar binnen te komen. Vraag ik me alleen af waarom ik bij VIP naar binnen moet. Wat ik daar te zoeken heb. Of ik daar nog iets nuttigs kan vinden. Of dat het gewoon cool is. Even kijken, hoor. Laten we eerst eventjes het gereedschap vinden in dit. Als hier niks is, dan word ik echt boos. Ik ben zo ver inmiddels al aan de doolhof. Kom op. Kom op. Oh mijn god, dan kom ik in de scheidsrechtersruimte uit. Dat meen je. Wat een doelloos einde was dit. Oh. Oh, hij is leeg, de kist. Ik heb gereedschap nodig, jongens. Ik moet die waterleiding fixen. Ik wil niet, zeg maar, die beker gestolen hebben zonder mijn klusjes afgemaakt te hebben. Oh, wat is dit? Waterleiding. Ik heb hem. We hebben hem, jongens. We hebben de waterleiding gevonden. Nu moet ik nog de uitgang vinden. Dat is denk ik moeilijker dan de waterleiding. Ik heb de uitgang gevonden. Oké, dat was het. Volgens mij bij het uitteam in de douches was hij stuk. Ja. Kijk, als we dat nou zo doen. 1, 2... Hoppa! Kijk eens aan, jongens. We hebben de waterleiding gefixt. Dat ben ik een goede stagiair. We hebben alles opgeruimd hier. Hoppa. Zo, dan gaan we nu. Niemand kijkt. Niemand spikt. Gaan we dat tenuutje aandoen. Of die nemen we mee. Zo. Hoppakee. Doen we dat stiekem even hier. Oké, dan ga ik hem pas aandoen in de liften. Niet hier natuurlijk. Want stel ik word hier betrapt door een speler van het team. Die zegt, hé, jij hoort hier helemaal niet. Laten we naar de liften gaan. En laten we dan sneaky. Komt hij, hè? Hierheen. Kut, dan doen we snel. Doen we hem nu aan. Let op, hè. Ik ben gewoon een speler van het team. Ik ben gewoon een speler van het team. Je kan dit, Max. Goeiedag. Hallo. Hallo, hallo. Oh mijn god, het werkt. Oh mijn god, het werkt. Hij mag mij niet zien. Kijk, hoor. Dit is best wel cool. Allemaal, waarschijnlijk zijn dit ballen die allemaal in belangrijke toernoois mee hebben gespeeld en zo. Mee hebben gespeeld. Prijzenkamer. Oh, staat hier ergens? Wat is dit? Is dit de prijzenkamer? Let op. Elke grote beweging wordt gedetecteerd. Oh mijn god, die ga ik dus niet in, jongens. Hier gaan we dus niet in. Wat zit er in deze kist? Allemaal concrete kleuren. Oh, dit is een puzzeltje of zo. Ik weet dat dit is sowieso een puzzel, maar dat maakt niet uit. Ik moet daar denk ik heen. Vanaf hier kan ik ook weer daarheen kijken. Ik denk dat in deze kluis de beker is. Dus de trofee die ik moet gaan stelen. Maar hoe komen we daar? Dan moet ik misschien een kleurenpatroon erin doen. Maar dat kleurenpatroon weet ik natuurlijk niet. Kijk, wat is dit? Live, do not interfere. Oh, daar heb je de camerabeelden. Kluisjes, doe alles in een kluisje voordat je binnen gaat, oké? Nou, dat maakt niet uit. Ik kan gewoon hier erin, eventjes.
Het is gewoon een chill ruimte. Ik moet die camerabeelden moet ik kunnen bemachtigen. Alleen, ik ben bang om langs hem te gaan. Maar ik heb wel een spelerstenu aan. Alleen, zou ik daarheen mogen? Dat is een beetje het ding. Ik heb natuurlijk wel die keycard. Natuurlijk mag ik daar dan in. Oké, hier zit niks in. Komt ie, ik ga het gewoon proberen. Hey! Hallo. Hallo. Is er een keycard? Ja, natuurlijk, joh. Hier, kijk maar even goed. Wel even je spullen in het kluisje doen, uiteraard. Ook mijn kleding en zo even? Of mijn... Ja, alles. Oké, ja, prima, joh, tuurlijk. Hier, ik heb ook... ook behalve het pasje zeker, of... Nou, gewoon alles, zodat er geen metalen hier binnen zijn. Oh, prima, joh. Ik heb alles uit. Oké, nou, dan top. Moet het voorlopen. Dank u wel. Oké, jongens, we hebben hier alle camerabeelden mogelijk, waardoor we het kunnen bekijken en zo. Laten wij de Skycam even proberen. Oh mijn god, is dit... Dit is... Oh, wat is dit cool. Wat is dit? Kan ik naar rechts? Oh, dan ga ik helemaal daarheen. Wow, ik ben gewoon de camera, jongens. Ik ben de camera, wat cool. Wat is dit? Stop. Oh, dan ga ik stilstaan. Ah, nu sta ik stil. Kijk, nu snap ik hem. Zo kan ik stilstaan, dan kan ik mooi meekijken en zo. Maar kan ik... Oh, daar is de trofee. Jongens, daar heb je hem. Ik kan hem door de camerabeelden, kan ik hem zien. En ik zie ook een kleurenpatroon erachter. Groen, groen, wit, wit, oranje, oranje, blauw, blauw, geel. Dus groen, wit, oranje, blauw, geel. En... Wacht, kan ik nog iets meer die kant op? Ja. Kijk, oké, dan ga ik te ver. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. En daar zijn 1, 2, 3, 4, 5 kleuren. Groen, geel of groen, wit, oranje, blauw, geel. Dus groen, wit, oranje, blauw, geel. Ik denk dat dat serieus de bedoeling is dat ik dat doe. Kijk, nu zijn ze een rondje om het veld aan het lopen trouwens met z'n allen. Wat lijp. Kijk dan, jongens, hier. Ik ben gewoon de camera. Je ziet dit gewoon. Ik ben gewoon letterlijk de camera die hier omhoog en naar beneden gaat. Dit is zo cool gedaan. Wauw, echt. Wow. Ja, daar is de VIP-lounge. Het ding is, ik moet die zodra ik die beker heb, moet ik natuurlijk met David afspreken. En die zit daar. Maar hoe ga ik dat doen? Waar gaan we? Moeten we dan gewoon vluchten? Moeten we dan gewoon weg, denk ik, daarna? Of de dag rustig afmaken? Maar ja, wat nou als ze betrapt worden erop? Laat ik maar heel even deze kant op gaan. Wat zit daarboven? Oh, daar zitten alle hoofden. Ik zie ze al. Daar zitten alle hoofden. Oké, dat is de ruimte, jongens. En ik zie allemaal coole bronzen, gouden bekers. Maar daarvoor staat de beker. Die moet ik hebben. Oké, nog één keer. Groen, wit, oranje, blauw, geel. Top. Dan gaan we nu terug hierheen. Zijn hier nog meer dingen die ik kan activeren? Ik ga gewoon op elk knopje klikken. Nieuwsgierigheid. Oké, Nou, dan gaan we het maar eens proberen. Groen, wit, blauw. Oh, ik ben het vergeten. Groen, wit, oranje, blauw, geel. Groen, wit, oranje, blauw, geel. We gaan hem onthouden. Dat was hem weer helemaal. Top. Top. Zo, dan ga ik er weer vandoor. Hier trouwens. Deze had ik gevonden in het stadion. Ik weet niet of jij ze wil. Het zijn AirPods. Oeh, dank je. De walnut is niet, dank je. Ik geef je letterlijk gewoon iets heel duurs. Oké, dan ga ik weer. Wat is in de vergaderruimte? Dit is best wel cool. Heb je allemaal staftickets? Staftickets. Om te zien dat ik wel zo'n staftticket gewoon even me kan meeswipen. Kan die even? Ik ga er gewoon eentje scoopen. Oep, hier, stafticket. Hoppa. Die heb ik gewoon even meegeswiped. We hebben gewoon elke ticket die we nodig hebben, weet je? Hé, hey, kom even naar de spelerstunnel. Spelerstunnel over, ja. Ja. Zo, top. Hé, hey, ik ben echt heel ver. Wacht, kom even hier in de wc aan het schoonmaken, weet je? Oké, jongens. Vergaderruimte. We gaan een vergadering houden. Dag spelers. Mag een handtekening, alsjeblieft. Hé, hey, Papijn, ik ben heel groot fan van jou. Ik ben heel groot fan, alsjeblieft. Heb je het tenue aan? Waarom heb je ook wat tenue aan? Zo'n groot fan, het spijt me. Oké. Ik zal wat terughangen. Ik heb ook geld uitgegeven aan het tenue. Ja, waarom? Oh, je handtekening, dankjewel. Oké, kom op, ontschieten jongens, snel. Weg hier. Kijk, ik geloof ze niet. Papijn is de slechtste voetballer van het team. En nu denk ze dat we gewoon echt daadwerkelijk fans zijn. Nee, weet ik. Kom. Top. Ja, okay, dat tenue dat ga ik zelf weer ophangen voordat ik echt de klos ben. Want ik ben nu al bijna betrapt. Ook al is dit... Ach, hij hoort niet hier. Kom, we moeten naar die andere. Oh ja. Hij moet hier, zo. Hoppa. Zo, oké. Let's go. Wat is er? Hier, wacht, nou eens zijn handtekening ook weggooien. Zo. Weet je alles al? Ik weet alles. Ik heb een stafticket, ik heb een Zuid, een Noord, een VIP en een camera operator key. Kort, ik ben de beste stagiair die je ooit hebt gehad. Maar ik heb ook gezien waar de trofee is, de gouden beker. En ik weet hoe ik er moet komen. Oh, het is te lang geleden, wacht. Ik ben volgens mij... Nee, wat was het ook alweer? Even denken. Groen, wit, oranje, blauw, geel. Dat was hem. Groen, wit, oranje, blauw, geel. Dat is de kleurvolgorde van de kluis waar we in moeten. Maar elke beweging wordt gedetecteerd, staat er. Ja, ik weet er nog niks van. Maar als we eenmaal de trofee hebben, we moeten hier natuurlijk wel wegkomen. Maar hoe? Heb jij een idee? Nog niet. Maar dan moeten we misschien eerst even vooruit gaan zoeken. Is dat handig, denk je? Ik denk dat het wel handig is als je even gaat kijken misschien. Hoe we hier dus wegkomen. Plekken waar je denkt, daar komen mensen niet zoveel. Of ja, op het veld heb je ook een uitgang. Zeg maar dat je over het veld heen loopt, weet je? Alleen ja, dat is wel over het veld waar iedereen kan kijken. Ja, nou, zoek het maar uit. Ik ga weer even mijn taakje doen op de tribune. Ja, ik kom naar jou toe met alle mogelijkheden. En zeg maar, ik kom met alle mogelijkheden naar je toe, alle ontsnappingen. En dan kan jij samen met mij kunnen beslissen, oké? Ja, ik...
ik zie je dan zo. Ja, doei. Tot zo. Oké, jongens, ik heb dat tenuutje ook niet meer nodig, want ik heb nu gewoon een stafticket. Maar laten we even kijken. Ik heb inderdaad, het is wel slim dat hij dat zegt, een safe uitgang nodig. Oh, hier is een stafticket. Oh mijn god, hier ben ik nog niet geweest. Hier kan ik de stafticket voor gebruiken. Wat is dit? Deze ruimte ben ik helemaal nog niet geweest. Oh, dit is de uitgang die we gaan pakken. Gast, kijk waar we uitkomen dan. Kijk waar we uitkomen. Dit is perfect. Dit is perfect. Dit is een geheime uitgang van het stadion. Hier mogen alleen staf naar binnen. Maar dan heb ik nog een stafticket nodig, ook voor David. Of ik kan David verraden en gewoon alleen met de beker er vandoor te gaan. Maar ja, dan gaat hij wel zeggen dat ik een nul krijg op mijn stage. Dus het is een beetje een overweging. Wat gaan we doen? Hij kan ook de stafticket voor hem zo. Ja, ik gebruik wel eentje. Hij kan er wel zo op deze manier doorheen. Dat is prima. Oké, dit is de uitgang. Dit is gewoon de uitgang. Bij team thuis, naast de lift omhoog, kunnen we hier eruit. Rennen we hier naar buiten met z'n allen of met z'n tweeën. En dan zijn we vrij. Met de beker en al, oké? Dat gaan we doen. Dat is het plan. Gaan we het tegen David vertellen. Hij zit op zijn plekje bij... waar is dat? Mij was dat daar linksboven. Volgens mij, ja, daar zit hij. Daar gaan we heen. Oké, David, ik kom even naast je zitten. Ik heb een perfect plekje. Ja. Ik heb de stafuitgang gevonden. En daar is niemand. Helemaal niemand. Okay. Dus daar kunnen we veilig met die beker er vandoor gaan. En weet je ook hoe we daar komen? Ja, dat is naast de liften. Zit een trap. In de spelerstunnel. Okay. In de spelerstunnel naast de lift zit de trap. Als we daarheen gaan, kunnen we eruit, oké? Ja, nou, ik wens je succes. Wacht jij daar? Ik ga bij de uitgang staan, maar ook net zeggen jij inderdaad. Weet je waar die is? Weet je, die spelerstunnel? Naast de lift in de spelerstunnel. Juist, oké, doe dat. Dan zie ik je daar. Ik heb het pasje, dan zie ik je daar. Superveel succes. Dankjewel. Zorg dat het goed komt. Ja, dat komt sowieso goed, joh. Ik ben hier veel te goed in. Doei. Hey, jongens, laten we dan... Oh, wat is dat? Waarom zijn zij dan met z'n tweeën? Hallo! Hallo! Doei! Oh, wacht. Doei. Trouwens, ik moet hier zijn. Sorry. Oké, jongens. De VIP hebben we niks aan gehad, maar maakt niet uit. Dit is een makkelijke route om naar de liften te komen. We hebben hier verder nog iets te zoeken? Ik denk het niet, hè. Dit was gewoon lekker voor de leuk, konden we hier even zitten. Om een beetje ons als een bovengemiddeld persoon te voelen of zo, weet je. Oké, daar gaan we. Geen toegang voor onbevoegden. Ik ben bevoegd. Wij gaan naar de medewerkersruimte. Daar hebben ze een vergadering. Wij hebben hier een stafticket voor. Kijk, hallo, stafticket. Goedendag. Goedendag, goedendag, goedendag. Even kijken wat we hier allemaal... Voetbal. Prijzenkamer. Oké, jongens, dit is het moment. Dit is het moment waar ik voor getraind heb. Waar is deze pickaxe voor? Dat maakt niet uit. Ik ga hem meenemen. Wij hebben... Nee, trouwens, dat alleen als ik het fout doe, hebben we die nodig. Laten we hem even doen. De volgorde was... Komt-ie. Doe even alle tickets doen we weg. Groen, wit, oranje, blauw, geel. Volgens mij. Dus, komt-ie, hè? Groen, wit, oranje, blauw, geel. Een heel goed piepje. Piep. Oké, jongens. Nu hebben we wel de pickaxe nodig, denk ik. Of niet? Hebben we de pickaxe daarvoor nodig? Laten we de pickaxe meenemen. Oké, jongens. Ik moet wel oppassen. Elke grote beweging wordt gedetecteerd. Dus laten we shiften. In de hoop dat het niet gedetecteerd wordt. Oké, jongens. Daar staat hij. De beker. Hier staan alle andere bekers in de vitrine. Heet dat? Oh, ik heb toch gewoon de kleurcode onthouden. Dan ben ik ook gewoon weer goed. Dat staan ze nu. Het was helemaal niet zo moeilijk. Het zijn maar 5 kleuren. Maar het is tijd om deze prachtige gouden beker hier te stelen. De trofee. Ik hou shift in, want ik ben bang als ik 1 grote beweging doe dat ik betrapt word. Dus komt hij. 3, 2, 1. Oh mijn god, ik ben niet betrapt. Oké. Ik heb hem. Ik heb de beker, jongens. Oké, laten we dan snel hierheen gaan. Zo. Oké, dan kunnen we hier shift wel loslaten. Dan doen we de blokken terug. Dan doen we de pickaxe ook terug. Oké, nu moet ik oppassen. Ik heb de beker. Even kijken. Hoe ziet hij eruit? Wat een prachtige beker dit. Oh, oké, jongens, nu moet ik opschieten. Even mijn staf keycards. Snel alle keycards bij me hebben. Zo. Hallo. Oh mijn god, hij gaat erin. Ik moet weg hier. Hey jongens, zoals jullie weten. Ik moet weg, spelerstunnel. Ik ben bezig geweest. Ik moet weg hier. Oh, het alarm. Het alarm gaat af, jongens. Wat was de uitgang? Oh, die was hier. Weg. Ah. No. Stafticket erin. Kom. We moeten weg hier. Volgens mij staat ze achter ons aan. Zo. Rennen. Yeah. We hebben de beker. Snel weg, kom. Weg hier. 3, 2, 1. Hoppa. Open de deur. De poort is open. Ja, kom, in de auto. Is dat jouw auto? Ja. Oké, ik ga erin. Yeah! Jongens, we hebben hem. We hebben de gouden beker gestolen. En wat ziet hij er goed uit? Waar ga ik hem plaatsen? Ik ga hem hier plaatsen. Wat een prachtplaatje is het, jongens. Kijk nou. En dit zijn alle mensen die deze map gemaakt hebben. Ik moet zeggen, wat een leuke map was dit, jongens. Echt waar. Wacht, laten we even naar het veld gaan met z'n allen. Mag ik een bekertje? Ik kan hem alleen jakken. Ah, kijk.
Heb ik er 2. Kijk jongens, ik heb de beker gestolen. Nee, echt waar. Dit is echt de leukste map tot nu toe, vind ik. Ik vond dit echt de leukste map, wat jullie gedaan hebben met z'n allen. David en ik hebben goed ons best gedaan, toch David? Ja, kijk. En de bewaking had niks door. Jullie zijn allemaal slechte voetballers ook gewoon. Vooral je slechte aanvoerder hier. Ja, echt slecht. Hoezo dat nou weer dan? Nee, dit was echt lekker in elkaar gezet. En de missie is voltooid. We hebben gewoon een dure beker. En dan krijg je waarschijnlijk een 10 op een stage. Alright jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. We zijn nu natuurlijk tijdens dat deze video geüpload is, midden in het WK. Als het goed is, moeten nu de 8e finales nog komen. Nederland tegen, ik heb nog geen idee, want vandaag, dus het is letterlijk nu, 29 november is het. Oftewel, Nederland heeft net gewonnen van Qatar. Maar tegen wie ze moeten, weet ik nog niet. Maar goed, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Dikke shout-out naar al deze kijkers hier achter mij die dit gebouwd hebben en elkaar gezet hebben. En vooral ook in gespeeld hebben met z'n allen en zo. Degene met het kanaaltje van deze kijkers, die staan in de beschrijving. Dus kan je altijd even kijken. En dan nu, kijk lekker deze video. Want dit is namelijk ook een video met de kijkers. En hierin hebben zij een school gebouwd. Hierin hebben zij met z'n allen een school gebouwd. Hele leuke video. Ook een aanrader. Even kijken. Als weer echt een noob. En nu spreek ik laat glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer, jongens, met z'n allen. Hey!